Ja, welkom bij Autisme TV. Vincent is 44 jaar en voelde eigenlijk zijn hele leven al dat er iets aan de hand was. Hij ging naar een psychiater en kreeg daar de diagnose schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Veel later, jaren later, werd dat omgezet in de diagnose borderline. En toen hij 35 was, werd het de diagnose autisme. Nou, Vincent zit aan tafel, daar gaan we zo mee praten. Maar een verkeerde diagnose komt regelmatig voor en het is een valkuil in de autismezorg. En we gaan meer valkuilen bespreken vanavond, 5 in totaal. En daar is die verkeerde diagnose 1 van. Dat gaan we doen met 2 gasten aan tafel. Ik zei het al, we hebben Vincent zelf aan tafel. Welkom. Bedankt. Toen ik jou vroeg om hier aan mee te doen, toen was je wel gelijk enthousiast. Ja, ik was absoluut enthousiast. En toen jij mij belde, had ik eigenlijk al besloten om mee te doen. Ik vind het interessant om over mee te praten. Ik heb er ervaring mee en ik wil graag dingen erover vertellen. Ja. Het is wel zo dat Tatjana had mij gevraagd, hè, Tatjana was zag. En toen moest ik wel een overweging maken voor mezelf. Want ja, het kost wel prikkels, het geeft een zekere overprikkeling. Maar uiteindelijk heb ik besloten van ik vind dit belangrijk genoeg en leuk genoeg om gewoon te doen. Ja, nou hartstikke leuk dat je over je leven wil vertellen. Ja, graag. We gaan kijken of die valkuilen ook in jouw leven zich hebben voorgedaan. Nou, naast je hebt er al geïntroduceerd eigenlijk Tatjana Brandsma, GZ-psycholoog bij SAR, Autisme Expertise Centrum in Rotterdam. Waarom spreekt dit onderwerp jou aan? Ja, ik denk valkuilen zijn, daar lopen we in de autismezorg met z'n allen tegenaan. En ik denk dat het belangrijk is om ze te bespreken en aan de kaak te stellen, ook omdat we met elkaar het moeten doen in autismeland. En dan is het wel goed als je het van elkaar ook weet en wellicht draagt dit ook weer bij aan elkaar beter vinden en met elkaar dus te zorgen voor verbeteringen. Ja, ja. Nou, we gaan er uitgebreid op in zo dadelijk. Ja, hoe gaan we verder? Een aantal weken geleden, toen Vincent zei dat hij mee wilde doen aan dit programma, heb ik hem gevraagd of hij een verhaaltje wilde schrijven van 1 minuut of 3 over zijn leven. Nou, dat heeft hij gedaan. En hij heeft ook foto's opgestuurd uit zijn leven en we hebben dat gecompileerd en in een videootje verwerkt. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Kennismaking met Vincent. Er was een begin van mij, eind 1974, toen ik in Breda werd geboren en waar ik ook opgroeide. Mijn ouders heten Koos en Yvonne. En dit is mijn jongere zus, Rebecca. Ik wist niet dat ik autisme had. Ik was vrolijk, enthousiast en soms ook druk. Ik was ook vaak ziek door bronchitis en allergieën. Op school deed ik het goed, behalve bij gymnastiek. Ik had veel fantasie en verbeeldingskracht. Ik wist niet dat ik autisme had. Ik werd ouder. Op de middelbare school werd het moeilijker. Leren ging prima. Ik kon het beter vinden met de leraren dan met de leerlingen. De andere pubers vonden mij maar raar. Ik had geen idee hoe het moest zijn om erbij te horen. En ergens wilde ik er ook niet bij horen. Ik wist niet dat ik autisme had. Ik werd somber, angstig, hypochondrisch en teruggetrokken. Ik voelde me opgesloten in mezelf, niet in contact met anderen en mijn omgeving. Ik dacht dat het aan mij lag. Ik wist niet dat ik autisme had. Ik ging studeren. Ik woonde 2 jaar in Duitsland. Ik ging op mezelf wonen in Rotterdam. Ik maakte wat reizen naar verre landen. Ik haalde mijn diploma's. Ik ging op kantoor werken. Ik werd ziek in mijn lichaam en mijn hoofd. Ik kreeg een soort burn-out. Ik had geen idee wat er met mij aan de hand was. Er was niemand die dacht dat ik autisme had. Ik zocht overal hulp. Ik liep de deur plat bij alle mogelijke medische instellingen, inclusief het alternatieve circuit. Ik werd 1/2 jaar vrijwillig opgenomen in een psychotherapeutisch centrum. Daarna werd ik volgestopt met medicatie. Ik kon niet meer werken. En niemand zei me dat ik autisme had. Ik ging samenwonen, trouwen en weer scheiden. Het waren geen goede tijden. En toen kwam ik bij SAR, Expertisecentrum Autisme, in Rotterdam terecht via mijn zus. Haar kinderen hadden autisme. Daar kreeg ik de diagnose Asperger te horen. Dat was in 2010. Ik was 35 jaar. Toen begon de weg terug. Ik bleek autisme te hebben. In 2016 begon ik aan een intensieve programma schematherapie bij SAR in Rotterdam. Ik leerde mezelf kennen, doorgronden, analyseren en waarderen. Ik begon me langzaam beter te voelen. Ik ontmoette mijn vriendin, Angelique. Ze heeft zelf NAH door een herseninfarct. We gingen in 2018 samenwonen.
Ik was blij dat ik wist dat ik autisme had. Ik ben nu ervaringsdeskundige op vrijwillige basis. Ik heb een liefdevolle relatie met mijn vriendin. Ik ben niet meer zo psychiatrisch, maar wel autistisch. Ik heb veel last van overprikkeling. Ik probeer mezelf in balans te houden. Het is hard werken, maar ik ben gelukkig. Mij hoort u niet klagen. Ik ben Vincent. Ik heb autisme. Ja, ik ben Vincent. Ik heb autisme. Ja. Hoe kijk jij hiernaar, naar dit filmpje? Nou, ik heb samen met mijn vriendin gekeken. En zij had eerst wat traantjes en toen kreeg ik ook tranen. Weet je wat het is? Het gaat best wel goed met mij. En ik ben dus op een soort goede bestemming gekomen. Maar als ik dit filmpje zo kijk, dan ben ik me wel bewust van de reis die ik heb afgelegd. En ja, dat het ook best wel moeilijk is geweest. Ja. En, dus het is wel confronterend, maar het geeft een bepaald verdrietig gevoel ook. Maar ook wel, ja, dat ben ik, weet je wel. Dat is wel goed. Wanneer was nou jouw zwaarste periode? Ik zou zeggen, het begon eigenlijk al bij mij in mijn tienerjaren hoor. Maar de allerzwaarste periodes vind ik voor mezelf toch wel. Aan de ene kant de middelbare school was heel erg zwaar. En later ook wel toen ik echt ziek werd, toen ik ging werken. Dus dan na mijn studie. En op een gegeven moment thuis kwam te zitten. Want waarom was dat zwaar? Op de middelbare school vooral denk ik omdat ik zo'n soort van sociale uitsluiting voelde. Mm. En bijpast eenzaam was. Mm. En eigenlijk mezelf geen raad wist met waarom ik me zo voelde. Mm. En ik geen idee had wat er met mij aan de hand was. Dat is eigenlijk een beetje. Ik dacht op een gegeven moment ook dat ik ziek was of zo, weet je. Ik wist niet wat het was. Je voelde je anders, maar je wist niet. En de combinatie van emotioneel niet lekker in de vel, maar en op een gegeven moment ook lichamelijke klachten krijgen die niet te plaatsen waren. Mm. Verwarring een soort identiteitsproblemen. We gaan straks door over jouw leven. Ik wil even naar Tatjana. Hoe kijk jij naar dit filmpje? Want jij kent Vincent nu al wat langer, hè? Is bij jullie in behandeling geweest ook? Ja, ik vind het een heel mooi filmpje. Ik vind ook in de eerste plaats complimenten voor de manier waarop Vincent het onder woorden kan brengen. Het verhaal wat hij erbij vertelt. En ik vind ook wel, je ziet er eigenlijk heel duidelijk uit waarom het zo belangrijk is om toch die diagnose, als daar sprake van is, op tijd te krijgen. Wat de gevolgen ervan zijn, ook als dat niet zo is. Dus dat vind ik erin opvallen. En wat Vincent ook vertelt, is dat hij uiteindelijk de schematherapie heeft gevolgd en daar heel veel aan gehad heeft. En wat me daarin heeft hij bij jullie gevolgd? Heeft hij bij ons gevolgd. Mag ik even tussendoor vragen, schematherapie, kun je dat in een paar zinnen uitleggen? Nou, een paar zinnen is best lastig. Maar eigenlijk richt de schematherapie zich op schema's en modi. Dat zijn eigenlijk meer de manieren waarop je omgaat met situaties. En schema's zijn zijn brillen die je ontwikkelt in het leven waarmee je naar het leven kijkt. Bijvoorbeeld een schema van minderwaardigheid wat je over jezelf voelt. Mm. En die therapie die richt zich helemaal niet specifiek op de autismekenmerken. En Vincent geeft toch heel duidelijk aan van ik heb daardoor ook veel beter leren omgaan met mijn autisme. Ja, dus we hebben die therapie wel aangepast aan het autisme. En ja, het hele omgaan met het autisme is daarin verwerkt eigenlijk. En zie je toch dat hij aan zo'n therapie die helemaal niet specifiek voor dat autisme gemaakt is, heel veel beter ook heeft leren omgaan en inzicht heeft gekregen in zijn autisme. Dus dat vind ik wel mooi dat hij dat zo omschrijft. Met zelfkennis zeg maar als sleutel tot geluk eigenlijk, dat een beetje voor mij. Ja, ik zou daar wel meer over willen weten, maar daar gaat het programma niet over. Precies. We gaan het hebben over valkuilen. En ik wilde eigenlijk naar de eerste valkuil. Nou ja, we hebben hem eigenlijk al genoemd. Dat is de verkeerde diagnose. Jij hebt twee keer een verkeerde diagnose gekregen, of vaker? Ja, vaak eigenlijk wel. Weet je, er zijn heel veel dingen genoemd. Maar ik was uiteindelijk pas 35 toen ik wist dat ik autisme had. En daarvoor heb ik er nooit over nagedacht. Tenminste, ik niet. Alleen niemand eigenlijk. Geen enkele aanwijzing gezien. Maar de eerste diagnose die ik heb gehad, dat is toen ik een half jaar in een psychotherapeutisch centrum ben gebleven. Dat was in 2002, 2003, dus toen was ik zeg maar 28, 29. Mm. Dan heb ik een half jaar in een psychotherapeutisch centrum verbleven.
En toen werd er eigenlijk aan het einde van de rit, ja, zeiden we, nou ja, goed, je hebt een schizotypische stoornis. Het is een vrij forse diagnose, zijn we toen, maar dat is wel hetgeen we gekozen hebben. Ja, maar ik kon er op zich niet zo heel veel mee, ja. Daar had jij vrede mee? Ja, nou, vrede, ja, ik wist niet wat de kans had. Ja. En later ben ik natuurlijk dan, zijn we al andere dingen genoemd, borderline is genoemd. Later ben ik natuurlijk bij andere psychiaters terechtgekomen. Borderline is genoemd, angststoornissen zijn genoemd en zelfs bipolair is wel eens genoemd bij mij, dus manisch depressief. Maar bij geen van al die dingen voelde ik me echt thuis. Zeker ook niet bij borderline, dat vond ik echt niet bij mezelf passen. Nee. Maar ja, weet je, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dan krijg je dat te horen. Ja. Ja, ik ga even naar jou, want hoe kan dat? Hoe kan het toch zijn, want het gebeurt regelmatig, hè, dat mensen een andere diagnose krijgen. Je hoort het, we hebben een uitzending gemaakt over meisjes bijvoorbeeld. Hè, dat meisjes ook vaak een diagnose borderline krijgen. Terwijl er uiteindelijk blijkt dat er toch autisme achter zit. Ja. Hoe kan dat dan? Nou ja, in de eerste plaats denk ik dat diagnostiek naar autisme is niet heel eenvoudig. Je moet echt wel goed kijken. Daar zijn gelukkig allerlei richtlijnen voor opgesteld die daarbij kunnen helpen. Die als handvat kunnen dienen. Maar het vraagt echt wel wat verder kijken dan alleen maar oppervlakkig vragen. Ook echt even goed vragen hoe iemand dat van binnen beleeft. En zeker, net als bij Vincent, zie je dat hij verbaal gewoon vaardig is. En ja, daar rekenen mensen vaak niet op. Het stereotype beeld van autisme is niet iemand die heel sociaal overkomt. En dan moet je dus toch wat verder vragen van hoe gaat je dat nou eigenlijk af? En dan zie je dat mensen toch, dat er soms in het hoofd allerlei processen afspelen, die je niet aan de buitenkant ziet, maar die toch maken dat sociale contact helemaal niet zo spontaan en makkelijk verloopt als het eigenlijk lijkt. Nee. Mag ik een extreem voorbeeld geven? Ja? Ik had een psychiater en daar liep ik die zei, nou, je hebt angststoornis. Dus ik werd vervolgens helemaal vol met medicijnen gestopt. Om die angst te onderdrukken. En op een gegeven moment ben ik dan bij, toch wil ik de gaan onderzoeken, want ik had vernomen dat het, Wat was het effect daarvan, dat van die medicijnen? Nou ja, dat ik dus wel minder overprikkeld raakte en minder angstig, maar dat ik, ik sliep bijna alleen maar, ik kwam 20 kilo aan, want ik gebruikte wel 8 medicijnen, antipsychotica, antidepressiva, allerlei rustgevende middelen. En ik raakte toch wel een beetje zombie-achtig. En ik zwol op, letterlijk. Ik ben niet al het gewicht ook kwijtgeraakt, maar in mijn gezicht zwol op al vocht. Ja, en op een gegeven moment, dacht jij bij jezelf op een gegeven moment ook, dit gaat helemaal fout? Ja, maar ja, dat is toch een manier om mijn leven te denken? Ja, kijk, het idee van die psychiater was, je hebt angst, daardoor ben je niet gelukkig. Maar je moet je angst gaan onderdrukken en dan word je weer gelukkig. En toen was er van autisme dus geen sprake. Ik heb toen natuurlijk bij hem opperden van, mogelijk heb ik dus autisme. Want ik ging bij hun. Oh, dat heb je zelf gedaan? Ja, want ik ging toen al naar hun. Maar dat was in 2009, 2010 voor de diagnose. En toen zei hij, hij pakt een DSM-boekje erbij, weet je wel. Nee, want jij kijkt mij aan en ik vind jou, je bent best wel sociaal, dus dat gaat echt niet. Dat gaat niet. Nee. En toen dacht je, ja, dan zal het wel niet zo zijn. Nee, ik denk dat toch. Ook toch. Ja, maar ik ben best wel eigenwijs soms. Het is een positieve kant ervan. Het kan soms heel goed uitpakken. Ik wilde graag naar de tweede valkuil. En dat is een onjuiste behandeling. Hij staat ook hier in beeld. Hoe zat dat bij jou dan? Ja, je hebt eigenlijk al een voorbeeld van gegeven. Ja, dus maar het psychotherapeutisch centrum is ook een voorbeeld. Ja. Ja, want dat was bestemd voor mensen die persoonlijkheidsstoornissen hadden. Dat was een hele zware therapie met heel veel sociale druk. Maar dat was naar aanleiding van die eerste diagnose? Die was eigenlijk nog tevoren. Want ik ben eerst bij hun aangeklopt. En die zeiden toen ook, je hebt een persoonlijkheidsstoornis. Dus daar moet je voor behandeld worden. En dan gaan ze je een beetje kraken, zodat je je emoties kan uiten. Maar achteraf. Ja, dat waren gesprekken. Ja, en die zeiden toen van, je hebt schizotypische stoornis. Die gesprekken, wat hadden die tot doel? Ik kreeg van alles. Psychotherapie, die was het zwaarste. Maar ik heb een half jaar daar gewoond, hè. Intern. En dat was een hele zware periode. En leverde dat ook iets op? Jawel, het heeft wel wat over. Kijk, de diagnose was niet goed. En ik had ook nooit mogen komen, blijkt achteraf. Want voor mensen met autisme is het veel te sociaal bezwaar. Want ik heb daarna allemaal nachtmerries gekregen en allemaal. Ja, maar dat is een trauma op zich. Ja. Maar goed, los daarvan.
Wat het me wel heeft opgeleverd is dat ik wel daar een aantal sociale vaardigheden heb opgepikt, omdat ik dus in een groep woonde. Oh, ja. Dat is wat het me wel heeft opgeleverd. Maar de diagnostiek die klopte niet. En jouw problemen werden uiteindelijk ook niet minder. De verwerking bleef heftig zijn. Daarna ben ik eigenlijk heel zwaar teruggevallen. Hm. Ja, heb ik eigenlijk heel zware perioden nog gehad. Een van de zwaarste periodes. Dat lijkt me moeilijk. Ik kijk nu naar jou als professional. Hè. Je hebt te maken met mensen met autisme. Daar moet je iets mee. En daar wil je ook iets mee. Hoe kom je tot een goede behandeling? Nog even los van de verkeerde diagnose en dus een verkeerde behandeling. Want dat kan me nog wel voorstellen. Ja. Maar ook als je de diagnose autisme hebt gesteld. Hoe kom je dan toch tot goede behandeling? Ja, ik denk wat in elk geval, als ik toch nog even terug naar een verkeerde diagnose ga. Een belangrijk verschil is natuurlijk wel dat als je autisme stelt, dat is een diagnose die niet overgaat. En dat bepaalt heel erg hoe je je behandeling inricht. En je gaat als je uitgaat van een diagnose die voorbij gaat, leg je hele andere verwachtingen bij jezelf in de therapie, maar ook bij de cliënt. En als je uitgaat van een diagnose die niet overgaat, dan kijk je in je therapie veel meer naar hoe ga je nou om met de factoren die bij zo'n diagnose horen. Ja. En dan is het natuurlijk ook nog zo dat het bij iedere persoon ook weer net een beetje anders uitziet. Dus je past het wel aan de persoon die ook voor je zit natuurlijk. Ja. En uiteindelijk kijk je ook wel van wat zijn nou de gevolgen van dat autisme in iemands dagelijks leven. Ja. En daar horen soms comorbide stoornissen bij. Hè. Iemand met autisme kan ook een depressie hebben en een angststoornis of angstklachten in zijn dagelijks leven. En daar ga je naar kijken. Dus je gaat eigenlijk wel kijken van nou, hoe kunnen we die angstklachten ondanks dat autisme verminderen. Maar de behandeling ga je wel aanpassen aan het feit dat er ook autisme is. Dus je houdt daar rekening mee. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat je 100% garantie hebt, hè, bij een behandeling die ingezet wordt. Zeker niet. Dat moet altijd maar weer blijken. Ja. En dat probeer je dan tussentijds aan te passen, te herzien. Zeker. Of, ja, en met de cliënt zelf natuurlijk ook in gesprek te zijn. Ja. En het is wel zo dat als je ook autisme hebt en een depressie of een angststoornis of wat dan ook, dat je ervan uit moet gaan dat de behandelduur soms wat langer is, dat de informatieverwerkingsproblemen die bij autisme komen kijken ervoor zorgen dat het tempo soms wat lager moet liggen, dat je andere kleinere stapjes maakt, dat je meer gebruik maakt van visualisatie, brugpersonen, dus dat er andere mensen betrokken worden. Ik wil even terug naar die schematherapie die je uiteindelijk hebt gehad. Hè? Ik mag je zeggen dat dat een succesvolle behandeling, een succesvolle interventie is geweest? Weet je wat het voor mij heeft verschil? Ja, even tussendoor, wat heeft het opgeleverd? Ja, dat wil ik. Oh, sorry. Ja. Nee. Wat ik wil zeggen is van kijk, toen ik bij hun begon met schematherapie, was ik behalve autistisch ook enorm psychiatrisch. Zo zeg je, zie ik het zo, want ik was depressief en angstig. En na afloop van, het is wel een traject geweest van bijna 2 jaar hoor. Dus het is echt een heel, maar dat moet ook, weet je, veranderen gaat niet snel. Bij mij in ieder geval niet. En nu kan ik zeggen, ik ben niet meer zo psychiatrisch. Hm. Dus die dingen zijn weggevallen. Ik ben niet meer zo angstig. Ik ben zelden nog depressief. In ieder geval of als ik wat minder voel, gaat het heel snel weer de goede kant op. Maar ik ben wel autistisch en ik voel wat het is om autistisch te zijn. Hm. Weet je wat? Dus het psychiatrische is veel minder geworden. Dat is voor mij het grote succes. En wat in die behandeling heeft gemaakt dat jij je minder psychiatrisch voelt? Ja, nou dat is kort samengevat. Dat is mezelf leren kennen. Dus begrijpen waarom ik me zo voel. Waarom ik bepaalde klachten heb. Dat kan lichamelijk en emotioneel zijn. Het begrijpen en vervolgens daar ook nog wat van gaan vinden. En zien van, oké, maar ik ben heel streng voor mezelf. Ik heb een hele strenge kant in mezelf. Ik veroordeel mezelf de hele tijd. Oké, daar ga ik wat van vinden. Ik vind dat eigenlijk niet prettig. Ik wil dat veranderen. Nee. En dan heb je er 2 jaar ongeveer voor nodig. 1,5, 2 jaar. Om dat je denkpatroon en de manier hoe je... Het proces van accepteren en anders over jezelf denken. Maar vooral, ik heb echt gemerkt dat die zelfkennis dat mij heel veel rust heeft gegeven. Mm. En acceptatie en dat een sleutel is voor mij geweest. Mm. Ja. We gaan door naar de volgende valkuil. We hebben er nog 3. En dat is het overvraging. Dat komt ook regelmatig voor. En ik licht dat even toe. Hè. Het kan heel goed. Jij bent verbaal ook heel sterk. Mm-hmm. Dus op het eerste oog, als je met jou kennis maakt, denk je van nou, die kerel kan heel wat. En toch zit er ook een andere kant aan jou. Hè. Ja. Herken je dit? Ja, absoluut. Ja. Weet je, ik ben sowieso, laten we zeggen dat ik qua denkcapaciteit misschien heel veel zou kunnen. Maar door mijn autisme in de praktijk gewoon, zijn er gewoon dingen die voor mij heel moeilijk zijn. En wat is dan moeilijk voor jou? Bijvoorbeeld,
ja, moet ik zeggen, even denken hoor. Nou ja, dat ik vaak dus overschat word. Hè. Mensen denken, ja, hij is verbaal goed, hij heeft goede communicatievaardigheden. Maar heel veel dingen kan ik in de praktijk niet, zoals met werk. Hè. Daar ben ik zo vaak in vastgelopen. Mm-hmm. En is er beperking op het gebied van organiseren en plannen? Of is dat beperking op het gebied van prikkelverwerking? Ja, alles komt bij jou ongefilterd binnen? Ja, nou ja, het is vooral, ik raak heel snel overprikkeld. Met als gevolg dat ik direct allerlei lichamelijke pijnklachten krijg. Ik raak emotioneel. Ik raak in de war. En geïrriteerd. En ja, ik raak eigenlijk heel snel overprikkeld. Ja, geen rust meer in je hoofd. Nee, en ik ga me ongelukkig voelen. En, ja. Dat heeft ook te maken met, dus, als je het over bijvoorbeeld werk krijgt. Dat je dus, dat er voor mij. Ja, hoe zou ik het, als er te veel prestatiedruk is, er is tijdsdruk, er worden te veel dingen van mij verwacht, dan wil ik het wel, misschien kan ik het ook uitvoeren, maar in mijn hoofd gaat het dan mis. En dat is heel, Dus dan ook is het goed om jezelf te leren kennen, om een ander duidelijk te kunnen maken waar jouw grenzen liggen. Ja, en aan jezelf. Maak je dat veel mee in de praktijk, die overvraging van cliënten? Ja, dat maak je zeker veel mee. En ook daar weer zijn de verbaal sterkere cliënten daar natuurlijk sneller. Daar speelt dat sneller bij dan mensen bij wie het onmiddellijk merkt dat er iets aan de hand is. En ik vind het wel mooi dat Vincent, die kan het eigenlijk heel goed van zichzelf aangeven. Die kent zichzelf ondertussen heel goed. Maar daar valt ook wel op. Hij heeft er een gedicht ook over geschreven. En dan zie je dat mensen dat toch moeilijk vinden als hij aangeeft van, dit is mijn grens. Ja. Ja, dat is eigenlijk niet wat in de maatschappij heel makkelijk geaccepteerd wordt. Want ze zien een leuke, vlotte vent die slim is en zich goed kan verwoorden en denken dan van, hallo, daar zit toch veel meer in. Waarom ga je dat niet doen? Ja, ik heb wel van, je kan gewoon alles, maar misschien kan je dat het wat langer duurt. Ja. Voor je komt. Maar ik weet gewoon van mezelf dat als ik dat van mezelf verlang, dat ik ziek word. Ja. Ik bedoel, gebeurt dat ook nog veel in de zorg, zeg maar? Van, nou, het is mijn zorg zelf, dat mensen toch nog niet goed kunnen inschatten wat iemand kan. Ja, nou, daar heb ik even over na zitten denken, ook toen ik hier zo naartoe reed. Van hoe zit dat nou eigenlijk? En ik denk toch dat ook in de zorg nog wel veel voorkomt. Alleen al bijvoorbeeld in het tempo waarin we therapie moeten doen, ook ingegeven door externe factoren of financiering, dat soort dingen. Er wordt toch van ons verwacht snel resultaat te behalen. Ja, je hebt toch soms gewoon wat meer tijd nodig. Hè? Wat Vincent ook aangeeft, deze therapie heeft inderdaad 2 jaar geduurd. En dan neem je echt de tijd om met elkaar dat proces door te gaan. En dat krijg je niet altijd. Nee. Dus dat werd ook van tevoren verteld. Dus dat sprak mij juist aan. Ik ga eigenlijk naar de volgende, want die ligt een beetje in het verlengde van overvraging. En dat is eigenlijk ondervraging. Want het zijn twee kanten van dezelfde munt eigenlijk. Hè? Ja. Ondervraging. Past dat dan ook bij jou, ondervraging? Nou ja, kijk, in die zin, dat ik wil me nooit verschuilen, hè, achter mijn autisme. In die zin dat ik probeer wel allerlei verschillende dingen. Even tussendoor, op jouw werk bijvoorbeeld, hè? Want je hebt een poosje gewerkt. Ja, ik heb op kantoor gewerkt bijvoorbeeld. Ja, en wat deed je daar? Nou ja, daar was ik een soort, ik had een operationele, commerciële baan. En had je daar moet je ook tegenaan gelopen hebben daar? Ja. Dat er overvraagd werd of ondervraagd? Ja. Hoe werkte dat dan? Weet je wat het grootste probleem was? Ik deed het werk uitstekend goed. Maar ik werd steeds zieker. Ik kreeg overal pijn en emotioneel. En ik raakte hem eigenlijk van het padje, terwijl het werk ging hartstikke goed. Ja, en wat doe je dan? Nou, dan ga je door. Ja. Hè? Wat moet je anders? Ik wist ook niet wat ik had, dus ik ga door. Ja. Ja, tot het niet meer ging. En toen heb ik zo'n burn-out gehad. Oké. Ja, maar ja, dat. En ondervraging, ik ga weer even naar jou. Ja. Hoe zit dat dan precies? Ik ken bijvoorbeeld een jongen waar ik regelmatig mee werk, die verbaal helemaal niet zo sterk is. Die zegt helemaal niet zoveel. Die zwijgt het liefst. Ja. Dus die praat niet over zichzelf. Maar hij is hartstikke goed. Ja. Hij kan de dingen als geen ander. Ja. En daarmee wordt hij eigenlijk dus onderschat. Dat zien mensen weer niet. Nee. Weet je? Nee. Dat is ook een lastige kant. Ja, zeker. Ik hoor ook wel van mensen terug dat ze, als ze hun diagnose bijvoorbeeld bekendmaken, dat ze het gevoel hebben snel betutteld te worden. Dat een beetje voorzichtig met ze gedaan wordt. Ja. En dat zie je ook wel weer een beetje in de hulpverlening terug. Dus dat mensen denken van, oh, dus iemand met autisme, daar hoef ik niet eens aan te beginnen aan deze therapie. Bepaalde technieken, waarom zou je dat moeten doen? Ja. En ik denk dat het goed is om te zeggen, de therapie die Vincent heeft gevolgd,
die zit ook nog in de onderzoeksfase. He, wij onderzoeken op dit moment. Ja, want ik had er relatief weinig van gehoord. Nee, schematherapie bestaat al veel langer, maar niet zozeer bij mensen met autisme. Nee. En dat, daarvan onderzoeken wij eigenlijk nu de effectiviteit binnen de SAR. Ja. Maar ja, onze eerste klinische indruk is wel heel positief. Ja. Dus we zien inderdaad bij meerdere mensen toch effect. Ja. Maar je moet er dus aldoende een beetje achterkomen. Er is nog heel weinig eigenlijk echt evidence-based therapie voor mensen met autisme. Maar even nog naar die ondervraging of overvraging. Hè? Ja. Voor mij zijn ze een beetje hetzelfde. Hoe kun je daar in de zorg dan achterkomen wat iemand nou kan? Hoe kom je er nou achter wat de grenzen zijn van iemand? Want je wil graag iemand in ontwikkeling krijgen en stapjes zetten, vooruit helpen. Maar je wil hem ook niet overvragen. Dat is een lastige balans, toch? Zeker, ja. Hoe moet je dat aanpakken? Ik vind dat ook een lastige balans. Ja. Daar is geen voorgeschreven regel voor. Maar ik denk dat het een valkuil is om te voorzichtig te zijn en wel echt te gaan kijken met die cliënt samen van wat kunnen we doen. En daarbij moet je wel een beetje out of the box durven denken. Mm-hmm. Dus als je merkt van nou, in gesprek in mijn kamertje hier, dat wordt hem niet. Ja, ga ook eens die kamer uit met je cliënt. Ga gewoon samen buiten een exposure opdracht doen of eens kijken van hoe dat dan uitpakt. Wat zit erin? Ja, je moet echt een beetje verder denken dan de standaard therapiesetting. Ja, dus een beetje proefondervindelijk eigenlijk uitvinden. Ja, en ik moet zeggen dat wij ook wel vaak samenwerken met begeleidingsinstanties bijvoorbeeld, die dus thuiskomen bij de cliënt. En dat je dan bepaalde oefeningen die je in een therapeutische setting uitdenkt, dat je die ook weer overdraagt naar iemand die bij de cliënt thuiskomt, die het daar ook weer vaker kan gaan oefenen. Ja. Waardoor je dus weer de generalisatie eigenlijk, zodat ze het kunnen toepassen op meerdere plekken bevordert. Ja. Maar ook dat je op meerdere momenten kan kijken van, heeft iemand er nou wat aan? Gaat hij hier ook echt zelf in de praktijk wat aan hebben? Ja. Maar dan moet je elkaar goed kunnen vinden. Ja. Het vraagt dan heel moet je ook niet te veel wisselen Nee, dat heeft natuurlijk sowieso de voorkeur niet. Je moet echt iemand leren kennen. Ik heb voor die 2 jaar maar 1 therapeut gehad. Ja. Ja. En die band is heel belangrijk die je dan hebt met elkaar. Ja. Dus dat, dan kun je, als je die vertrouwensband hebt. Heb jij nou het gevoel dat je dus ook weer stappen zet in je ontwikkeling? Dat je weer... Ja, zeker wel. En je voelt jezelf ook uitgedaagd om nieuwe dingen te gaan doen? Ja, te pakken? Dit is ook een voorbeeld. Want dat ik hier in nu zit bijvoorbeeld. Nee, maar dat is een klein voorbeeldje. Maar... Nieuwe stappen in je leven, ja. Ja, nee, maar dat ik ook bij SAR wat dingetjes doe. Hè. Ja. Wel, bescheiden, maar wel op mijn manier. Nee, maar die ambitie heb je ook. Ja. Nu weer. Ja. Nou ja, ik ben sowieso, maar ook in mijn persoonlijke leven. Hè. Dus ik ben aan het schrijven weer, gedichten. Dat heb ik 17 jaar niet kunnen doen. Omdat ik te veel in mezelf opgesloten zat. Dus ik ben eigenlijk een soort van, ben een beetje opgeleefd. Dat betekent niet dat ik gelijk al heel veel meer kan. Maar wel dat ik gewoon, Nou ja, en je kunt, denk ik, het vrijwilligerswerk wat jij bij ons doet, daar kan je heel goed in aangeven. Ja. Nou, ik kan 2 dagdelen in de week, kan ik dat doen. En dat is ook genoeg. En Vincent kan aangeven, nou, nu is het echt even te veel. Ik doe morgen iets, daar zit... Ja. Je moet ook echt, als je, ik ben iemand, ik moet echt mijn agenda goed bekijken. Want je voelt soms al van, oh, dit is te veel. Ja. En in dit geval, soms als iemand zegt, van, nee. Dat moet een andere week worden. Ja. Dat moet je voor jezelf doen, anders... Maar je kent je ondertussen. Ja, omdat ik mezelf goed genoeg ken. Je kent jezelf. We gaan door naar de laatste valkuil. We zijn al half uur onderweg. Wij kunnen uren kletsen. Valkuil 5. Dat is te snel een cliënt doorwijzen. Ja, toen we erover hadden, noemde je het angst voor autisme. Ja. Licht toe. Ja, nou, wij hebben het er in de auto onderweg over gehad, omdat we het samen een soort spanningsveld vinden. Ik werk in een expertisecentrum. Dat is een plek waar eigenlijk mensen met autisme komen die vaak al op heel veel andere plekken geweest zijn. Dus een soort eindstationachtige plek. Daar kan je niet iedereen behandelen met autisme. Dat past gewoon niet. Nee. De wachttijden zijn ook voor onze wens veel te lang. Dus je moet dan kijken van, kunnen mensen met autisme ook op andere plekken geholpen worden? En daar zie je soms angst. Dus op het moment dat die diagnose al in een dossier staat of ergens genoemd wordt, dan is het eigenlijk al snel van, dat moet maar naar het expertisecentrum. Ja. En daarvoor zou ik aan de ene kant willen pleiten van, ga mensen met autisme ook op andere plekken helpen.
Maar we constateren net ook met elkaar hoe belangrijk het is dat je wel die kennis hebt. En ja, ik gun ook iedereen de beste behandeling natuurlijk. Dat is lastig, hoor. Ja, maar als ik bijvoorbeeld denk aan, je krijgt een cliënt, autisme. Het zou kunnen zijn dat hij misschien wel geholpen is met een eenvoudige coach of ondersteuning op dat moment. In plaats van doorschuiven naar een behandeling die... Ik kom even bij jou. Hè. Stel dat jij nou eerder in je leven ondersteuning had gehad van een coach of van een begeleider. Of hoe dan ook, in de praktische dingen, in de vragen die je had. Ja. Had dat jou geholpen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja? Ja, kijk, ik had het graag thuis ook gehad. Hè. Ik heb niet trouwens, zelfs nu pas heb ik eigenlijk begeleiding thuis. Brenda van Medin, dat is een stichting. Mm. En die kwam mij thuis en die helpen ons. Mijn vriendin heeft trouwens NAH, dus we krijgen beide begeleiding. Om gewoon een beetje... De praktische dingen. Ja, dus de praktische dingen om een beetje dingen in goede banen te leiden. En dat geeft toch veel rust? Ja, dat geeft rust. En je hebt altijd iemand waar je een beetje wat aan kan vragen. Ja. En vroeger, weet je, ik was zo verloren in mijn eentje. Maar wat ik eerder vertelde, hè, van je gaat verwaarlozen, je wordt eenzaam en je staat er alleen voor. Als je nou iemand die bij je thuis komt, die je snapt, die wel moet iets van het autisme weten, dan heb je geen zin, echt niet, voor mij niet. Mm-hmm. Wat kan ook een buddy zijn, iemand die niet als professional werkt, die er veel van weet? Ja. Voor sommige mensen gaat dat ook goed. Ja, dat is een beetje per persoon ook verschillende zijn, ook... verschillende coachings, instellingen die dit soort hulp bieden. Ja, ik zelf heb liever dan iemand die de expertise heeft. Ja. En dat is in dit geval wat ik nu thuis heb, die hebben ook verstand van autisme. Ja. Ja. En dat had me wel geholpen, denk ik, om in ieder geval... Kijk, ik heb wel echt wel... Maar ja, goed, ik ben al verder in mijn leven natuurlijk lange last van problemen gehad. Mm-hmm. Dus ik heb echt wel die therapie nodig gehad om die emoties en die gedachten te ordenen. Maar het had heel prettig geweest als ik... eerder in mijn leven ook gewoon thuis mensen mij hadden ondersteund. Ja. En dan heb ik het over professionals, hè? Dus niet over vrienden of familie of zo, maar ik heb het echt over mensen die met je meekijken, meedenken en je een steuntje geven. Ja. Dat, ik denk dat je dan een stuk verder komt sneller. Ja. Hey, mooi verhaal. En zeker omdat het zo goed met je gaat. Ja, het gaat wel goed. Ja. ik wil graag naar de reacties die we binnen hebben gekregen via de chat, de vragen. Dus we gaan dat nu doen. Ik heb een paar briefjes in mijn handen geschoven gekregen. En ik ga gewoon van bovenaf er even doorheen. Eentje van mijn vriendin, toch? Ja, wanneer je thuis komt. Nee. Ja, de koffie. Hoe laat ik thuis moet zijn voor de koffie. Ja. Een valkuil wordt hier gezegd. Zou kunnen zijn dat je alles van iemand door de bril van autisme ziet. Mm-hmm. He, je hebt autisme, dus alles wat jij even tegen zit of wat jij niet oppakt of wat moeilijk gaat, dat kun je dan koppelen aan autisme. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee, herken je dat? Ja, kijk, het is wel een heel erg onderdeel van je identiteit. Niet alles wat je, als ik een fout maak, komt door mijn autisme of als ik me. Nee. Je kan ook... Kan je dat zelf scheiden? Nou. Het is niet allemaal makkelijk, maar ik probeer me wel. Ja, moet ik zeggen. Autisme is niet mijn identiteit. Het is iets waar ik wel mee leef. Maar ja, ik ben wel verantwoordelijk voor mijn eigen. Verantwoordelijk voor mijn eigen beslissing, los van mijn autisme ook. Ja. Ik herken het verhaal van Vincent eigenlijk wel. Je gaat ook gewoon met iemand zoeken van. Wat kan die net aan? En dan ga je er niet heel ver overheen. Dus je houdt rekening met het autisme, maar je gaat wel ook daarbinnen een beetje uitdagen en samen kijken van hoe kan je toch een stukje verder ontwikkelen. Ja. Want die ontwikkelbehoefte is er ook bij mensen met autisme. Ja, natuurlijk. Ja, ik wil ook dingen ontdekken, weet je wel. En dan je moet proefondervindelijk soms kijken van. Nou, is het wel iets, of niet iets van mij? Ja. De neiging tot pamperen ligt op de loer, schrijft iemand. Ja, ik herken dat wel een beetje vanuit... ik werk ook met kinderen en jongeren. En dat je soms ziet dat de fase waarin je normaal gesproken je kind zou gaan loslaten... adolescentie, puberteit, dat je meer verantwoordelijkheden over gaat laten... dat dat heel moeilijk is. Ja. Dus als je een kind hebt met autisme... dat je daar altijd heel hard voor hebt moeten zorgen en de wereld in moeten gaan om de weg vrij te maken voor jouw kind met autisme. En dan heeft hij toch ook de behoefte
in de adolescentium losgelaten te worden. Mm. En dat is dan wel super moeilijk. En dan zie je dat ouders soms heel lang heel veel gaan doen. Mm. En dat je met elkaar moet zoeken van waar kan je toch een beetje ruimte oefenen met loslaten. Zonder dat je ook daar weer uit het oog verliest dat er wel vanuit het autisme extra zorg soms nodig is. Er wordt je gevraagd naar schematherapie. Ja. Wordt dat elders in Nederland ook gegeven voor mensen met autisme? Of is dat nog Nog niet heel veel. Er is dus nog geen onderzoek. Hè, de onderzoeksresultaten moeten nog uitkomen of het echt werkzaam is. We hebben alleen onze klinische indruk. Vincent, maar ik heb wel een brochure geschreven daarover. Ja. Dus het is misschien even maar we moeten ook nog voorzichtig zijn in het uitdragen hiervan. Hè? Ja, dat is dus inderdaad nog in de onderzoeksfase. Er komt meer aandacht voor, dus dat mensen het ook langzaam wel wat gaan proberen. Net eigenlijk als met CGT, daar waren de cognitieve gedragstherapie, waren mensen ook terughoudend in. En dat zie je langzaam ook wel steeds meer gebeuren. Dus ik kan me voorstellen dat het wel op meer plekken komt. Maar ik heb nog niet heel veel van collega's gehoord dat ze het doen. Toen ik het ging doen, toen werd mij verteld, voor mij is therapie, hè, maar voor zo was het op dat moment nog wetenschappelijk onderzoek. Je bent gewoon proefknijntje. Ja, in feite wel. Ja, absoluut. Nou, het is bij jou goed uitgepakt. Ja, vlug maar. Staat je leuk. Ja, even kijken, Valkuil. Ja, ik lees hem even. Ziekenhuis geeft na veel foute diagnoses aan dat AS ook niet hun specialiteit is. Oh. Ja, ziekenhuizen hebben ook psychiaters natuurlijk een dienst. Ja. Maar ik krijg ook allerlei cliënten binnen. En soms is er sprake van psychiatrie of autisme. Ja. Soms niet. Maar ik weet niet precies wat ik hiervan moet zeggen. Nou ja, wat ik eigenlijk net ook al wilde aangeven. Als mensen inderdaad op andere plekken komen. Je kunt niet altijd zeggen van die cliënt moet hup door naar het expertisecentrum. Nee. Wachttijden zijn helaas lang. Maar we zijn wel, wij als expertisecentrum, en daar zijn er nog meer van in het land, enorm open voor om consultatie mee te denken, diagnostiekverslagen te lezen en daarin toch de krachten te bundelen zonder dat alle expertisecentra overladen worden met doorverwijzingen. Dus je kunt ook op een andere manier, scholing, dat soort dingen, toch zorgen dat die kennis meer verbreed wordt. Ja. Hebben Valkuil voordelen? Welk specifieke valkuil denk je? Ik zou zeggen, het voordeel van het bespreken van valkuilen is dat je inzicht krijgt in wat niet goed of wel goed gaat. Ja. Dat je die grenzen beter weet te vinden. Nou, ik zou zeggen dat je kan voorkomen dat je niet erin valt. Het is goed dat we het erover hebben, weet je. Dat is natuurlijk heel belangrijk al. En dat kan opleveren dat mensen misschien minder snel... Ja. Nou ja, ook dat je kritisch naar jezelf blijft kijken. Want ook een expertisecentrum of wij zoals we hier aan tafel zitten hebben niet de wijsheid in pacht. Wij zullen ook in valkuilen stappen. Ja, en ik denk dat het goed is om daar ook steeds zelf naar te blijven kijken. Ja, het blijft lastig, autisme. Het is zo breed als de regenboog. Ja. Ja. Het doet zich in allerlei variaties voor. Dus je moet iedere keer weer opnieuw iedereen individueel bekijken. Toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Nou, is dat geen mooie afsluiting? Ja, prachtig. Ik wilde het dan hierbij laten. Jullie ontzettend bedankt voor de bijdrage aan dit programma. En succes in je werk. Jij succes met je gedichten onder andere. Want je schrijft mooie gedichten. Wij gaan afsluiten. Ik dank u voor het kijken en voor het reageren in de chat. Wij maken binnenkort weer een nieuwe uitzending. Die gaat over autisme en slaapproblemen. Dus hou onze website in de gaten. Bedankt.